I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Hallo, welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik denk dat dit een lastigere vlog voor mij is, omdat ik me nu wel even bloot ga geven. En niet met jullie op pad gaan naar een concert of iets wat ik ga doen. Maar echt eventjes een kijkje nemen in iets waar ik mee struggle de laatste tijd. Ik ben tot het besef gekomen dat ik echt wel veel te veel dingen bewaar. En het is echt niet zo dat ik zo'n hoarder ben en dat mij zo'n programma moet komen of dat soort dingen. Maar het is wel zo dat ik denk dat ik twee dingen kan veranderen. En dat is één, niet meer naar de Action gaan en denken, oh leuk, dat is maar een euro, dat neem ik even mee. Of twee, dingen zonde vinden om weg te gooien. Ik merk gewoon dat ik een beetje aan het eind van mijn Latijn ben. En heel veel dingen vreten energie. En voor degene die het nog weten, ik heb natuurlijk het boekje van Dennis Storm gelezen, Weg ermee. Voor degene die dat nog niet weten, dan moet je even deze vlog kijken. Het gaat dus om dit boekje, Weg ermee, Kunst van het minimalisme, of de schoonheid van het minimalisme. Nou, er zitten een hele hoop dingen in waar ik wat mee kan, gewoon in denkwijze. Maar waar ik ook zeker wat mee kan, is de 30-30 challenge die hij uitlegt. En dat is eigenlijk een traject wat je dus een maand lang kan volgen om te ontspullen. En waar je je daarin bewust van moet worden, is dat je gaat kijken naar spullen die jij bewaart. Kosten ze je energie? Of behandel jij ze met liefde en gebruik je ze elke dag? Nou, ik denk dat ik heel veel kastjes kan opentrekken hier in huis waar ik zulke dingen ga vinden. En dat is wat ik de afgelopen tijd heb gedaan. Ik heb ervoor gekozen om er eventjes een aparte vlog over te maken. Omdat ik, het vond ik leuker. Omdat het toch een kwetsbaarder puntje is van mij, zeg maar. Dus ik ga jullie laten zien wat ik de afgelopen dagen allemaal verzameld heb. Ik heb het niet elke dag gefilmd, maar ik heb wel vorige week alvast wat gefilmd en die beelden ga ik jullie nu laten zien. Oké, het is nu dag 14. Ik heb nu in totaal net uitgerekend, ik heb nu 105 stuks geselecteerd uit mijn kastjes en wat gewoon echt troep is, wat weg kan. Jongens, ik schrik me echt de piep. Wat een zooi een mens bewaart. Of goed, laat ik het op mezelf betrekken wat ik bewaar. Ik denk dat ik een eigen Action filiaal kan beginnen. Wat is er gebeurd? Ik weet het niet. Ik herken zoveel dingen uit dat boekje van Dennis, dat ik denk van waarvoor laat ik me zo verleiden? En echt waar, ik schaam me gewoon een beetje voor alles wat hier ligt. Wat ik dus heb gedaan, kijk, ik heb dus de mazzel, ik heb een eetkamer naast mijn huiskamer. En daar heb ik dus alles op de eettafel even bewaard. Best wel confronterend, want ik had echt zoiets van oké, ik moet er nu 2 weken al tegenaan kijken. Maar dit is goed voor me. Dan kan ik even beseffen wat een idioot ik ben en wat voor stomme troep ik allemaal aanschaf. Ik ga jullie eventjes de top 10 laten zien van de eerste 10 dingen die ik dus verzameld heb. En oké, dat ik dit aan jullie laat zien is voor mij dus echt een soort van ik denk dat dit wel een soort van, eigenlijk een beetje een soort van therapie sessie is. Alleen laat ik het dan aan jullie zien. Want elke keer als ik het bekijk, dan denk ik echt bij mezelf, eeuw, waarvoor heb je dit gekocht? Waarvoor heb je dit bewaard? Komt-ie. Oké, nou het eerste ding. 1 artikel. Mijn lievelingsschimpen. Ze zijn kapot. Daar, zie je? Ze zijn gewoon kapot. Helemaal versleten. Maar wat was dan mijn gedachte? Ja, maar wat nou als ik een keer ga verven of in de tuin bezig ben? Dan wil ik niet mijn nieuwe schoenen aandoen en dan bewaar ik ze daar wel voor. Onzin! Dan trek je maar slippers aan of weet ik veel wat. Weg ermee! Plantenpotjes. In overvloed. Ik weet dat ik er in de schuur ook echt nog heel veel heb.
daar komen we later wel een keertje. Maar ja, ik heb geen rolls meer in huis. En dan bewaar ik ze. Want ja, wat nou als ik een keer wil veranderen? Eeuw, dan ben je zo in zo'n bui dat je denkt, oh leuk, ik ga naar de internettuin en ik ga even allemaal leuke nieuwe dingetjes kopen. Dan ga je deze toch niet meer. Oh, wacht. Maar nou spreek ik mezelf tegen, dan ga ik weer nieuwe kopen. Koop gewoon een neutrale kleur, zodat je niet elke keer nieuwe hoeft te kopen. Ik denk dat dat een betere les is. Maar goed, deze ga ik wel weggeven. Of tenminste, nou zeg ik wel weer weggeven, maar ik bedoel meer in de zin van ik breng alles wel gewoon naar de kringloopwinkel en dan maak ik er iemand anders weer blij mee. Wel aan de duurzaamheid denken. Nummer 3. Nou, een setje vaasjes. Deze. Zo, 3 van die leuke vaasjes. Zat ooit in een kerstpakket. En toen heb ik dat setje, die staat leuk boven, wel leuk neergezet, vind ik helemaal leuk. Maar omdat mijn lieve collega toen zei van, oh eeuw, ik heb nog zo'n setje, ik gebruik hem niet, wil jij hem anders hebben? Dacht ik, oh, ja, zonde, geef maar. Vervolgens staat dat dus al, het is 2 kerstpakketten geleden, 2 jaar in mijn kast weg te rotten. Ken je die acties in de supermarkt? Dat je dan, koop 2 producten en krijg gratis een schaaltje erbij. Daar ben ik altijd heel erg gevoelig voor. Heb ik van mijn moeder. En dan heb je dus dit soort dingen. Borden van de Unox. Weet je wel, dan moet je 2 rookworsten kopen en dan krijg je stamppotborden erbij. Nou, ja. Alsof het anders eet. Stamppot van dit bord of van mijn gewone bord. Dus ook deze gaan naar de kringloop. Oké, er staat wel een grapje op, dus even tussendoor. Grap van de dag. Worsten zijn heel vrolijk. Ze liggen namelijk altijd dubbel. Nummer 5. Ik ben altijd van die DIY's. Voor de mensen die niet weten wat DIY betekent, do it yourself. Dan zie ik leuk mensen die dan oude kaarsen gaan smelten en dan nieuwe kaarsen maken. En dat vind ik dan leuk. Dat wil ik ook. Dus wat doe ik dan? Dan bewaar ik al mijn oude kaarsen. Maar ondertussen staan tot al weet ik het hoe lang in de kast. Dus voor nummer 5 gooi ik 5 oude kaarsen weg. Ja, op dag 6 had ik het even moeilijk. Want toen kwam ik dingen tegen. Cadeautjes. Dat vind ik altijd zo'n punt. Dan denk ik, ah, oh, zo lief. Krijg je dit. Het is echt super lief van mijn tante. Zo'n blikje. Mickey en Minnie. Met chocolaatjes erin. Maar ja, de chocolaatjes zijn op. En dan, oh, het is zo zonde om het blikje weg te gooien. Maar vervolgens staat dat blikje al weet ik veel hoe lang in de kast, jongens. En dat vind ik dan... Hij gaat weg. En op dezezelfde dag hoort dan ook dit dingetje erbij. Gewoon zo'n... Zaten ook bonbonnetjes in. En verder heb je dan ook nog... Ja, krijg je zo'n leuk pakket, zo'n winterspakket met een vliesdeken erin. Jongens, ik heb niks met rood. En ik wil dan niet ondankbaar zijn, maar hij gaat weg. En hier maak ik wel echt iemand anders blij mee. Ik hou van kaarsjes. Ik heb in de winterperiode, of eigenlijk altijd kaarsjes aan. Ik vind dat altijd zo gezellig. Maar wat maakt het uit wat voor kaarsje er aan staat? Kaarslicht is kaarslicht, zou je zeggen. Vaccinelichthoudertjes. Die heb ik echt in alle soorten en maten. Jongens, echt gewoon niet normaal. Zoveel verschillende soorten. Dus ik heb gewoon de mooiste heb ik bewaard. En deze gaan gewoon ook allemaal naar de kringloop. Nou, voor nummertje 7 komt er weer een nieuwe confession. Want dan krijg je van je schoonmoeder of van je tante krijg je zo'n leuk kerststukje. En daar zitten dan van die dingen in. Dit. Kerstversiering. En van die... Weer vaccinelichthoudertjes die je dan zo erin kan prikken. En dan van dit soort dingetjes. En dan denk ik bij mezelf, ja, nou ja, kerststukjes op. Laat ik die dingetjes eruit halen, want die kan ik dan bewaren. En dan kan ik volgend jaar zelf een kerststukje maken. Vervolgens doe je het nooit, koop je weer een nieuw kerststukje of krijg je weer een nieuw kerststukje. En liggen die dingen weer in de kast. Dus ook die gaan weg. Dag 9 vond ik een beetje lastig. Die dag heb ik zitten janken, vond ik het allemaal kut, moeilijk en weet ik veel wat.
En toen dacht ik, ik weet niet meer waar ik het vandaan moet halen. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Moeilijk. Maar toen vond ik een setje en dat was 9-delig. Dus voor die dag heb ik mezelf heel makkelijk afgebracht. Heb ik het me er zelf heel makkelijk van afgebracht. Dat is deze. Ja, zo'n leuk saussetje dingetje wat je dan ooit ook in een kerstpakket krijgt. Nou, 4 schaaltjes, 4 lepeltjes en een schoteltje eronder maakt 9. Dus voor dag 9 had ik 9 artikelen. Ja, dan zijn we bij nummer 10 beland. Ik zou er bijna 1000 achter kunnen zetten. 10.000 soorten, figuurlijk gezien dan, van die decoratiebloemen. Ja, weet je, het is allemaal leuk en aardig. Maar ik ga het toch niet meer neerleggen. Dus, weg ermee! Dat was dus even een terugblik naar de eerste 10 stappen van het ontspullen. Het is vandaag zondag de 21ste, dus dag 21 in de 30-30 challenge. En dat betekent dat ik vandaag, ik heb het net even uitgerekend, 231 spullen in totaal heb geselecteerd om weg te gooien. Echt bizar, jongens. Dit was echt even een eye-opener die ik nodig had. Dus dit is wel even goed voor mij geweest. Ik besef me echt dat ik gewoon veel te vaak shit meeneem die helemaal nergens op slaat. Want ik maak het mezelf wijs dat ik het nodig heb. Ik heb het helemaal niet nodig. Als ik nu om me heen kijk in mijn huisje, denk ik van, het ziet er gewoon leuk en gezellig uit, weet je wel. En ik heb helemaal niet meer nodig. Het maakt mijn leven echt niet leuker als ik dat ene kandelaartje bewaar of zo. En het erge vind ik nog dat het allemaal in kastjes zit, dat je het niet eens door hebt dat je het hebt. Je wil het gewoon bewaren, want het is zonde om weg te gooien. En dat is nog het ergste, dat ik dat zo vaak roep. Zonde om het weg te gooien. Dus, nou ja, we hebben nog een paar dagen te gaan. Oktober is voor sommige mensen stoptober om te stoppen met roken. Bij mij is het stoptober om te stoppen met al die onzinnige dingen te bewaren. Dus ik ga er lekker mee verder. Dus dat laat ik jullie dan. Ik weet niet of het in de volgende vlog is of die vlog daarop. Want aankomende week wordt echt een superleuke week. Ik heb echt veel te veel leuke dingetjes. Ik heb maandag de première van Evita. Ik heb donderdag ga ik bij Bram Boender langs in House of Talent. Die geeft een hele intieme akoestische setting. Daar ga ik even bij kijken. En ik ben deze week gewoon 2 keer in House of Talent. Want ik ben ook aanwezig op de release party. Dus volgende week wordt weer een muzikaal weekje. En ik zit me ineens te bedenken dat ik ben afgelopen week bij RTL Late Night geweest. En ik heb daar eigenlijk helemaal niet gevlogd. Maar ik kreeg wel onwijs veel berichten van iedereen dat ik heel erg in beeld was geweest. Dus ik ga eventjes wat fixen en kijken of ik die beelden toch nog in deze vlog erbij kan zetten. Eigenlijk waren dit de enige beelden die ik met mijn vlogcamera heb gemaakt om een kleine sfeerimpressie te maken van hoe het er in de studio uitzag. Maar ja, toen kwam ik met mijn kop op televisie en dat wil ik dan toch even met jullie delen. Maar ja, dan zit je weer met de rechten van RTL, dus ik heb op deze creatieve manier toch geprobeerd jullie een klein beetje te laten zien hoe mijn kop in beeld was en hoe de optredens van Nielson waren. Waarom zou je dat doen? Omdat het gewoon noodzakelijk is dat iedereen je nieuwe muziek hoort, want het is gewoon meesterlijk. Nou, dat was hem dan voor deze week. Nogmaals, voor mij best wel een dingetje om dit aan jullie te laten zien. Want het is toch altijd een puntje dat ik bij mezelf dacht van, nou, dat hoeven mensen niet van mij te zien, joh. Maar aan de andere kant, ja, dit is ook een onderdeel van wie ik ben. Ik kan gewoon af en toe een beetje een
een rommelkontje zijn en daar moet gewoon wat aan gedaan worden. En ik denk dat het goed is om je fouten te erkennen en ermee aan de slag te gaan. Dus ik ga nog even doorzetten en wat ik al eerder zei, ik ga jullie laten weten hoe het afgelopen is. En als je denkt, waar zit ze nu weer? Ik zit in de gang, want ik vind mijn gang zo mooi opgeruimd. Ik heb mijn schoenenrekje opgeruimd en al mijn lievelingsschoenen staan er. Kapotte schoenen weggegooid. Dus vanuit mijn gang zeg ik tot volgende week. Trouwens, ik moet nog één ding zeggen. Kijk, deze kwam ik nu hier net tegen. Die ligt hier boven op de hoedenplank. Die heb ik dus duidelijk nog niet opgeruimd. En deze kan dus wel bij dag 22 morgen erbij om weg te gooien. Want het is dan zo'n stom hoedje wat je op de vakantiebeurs krijgt. En ja... Dat bewaar je dan, hè? Tenminste, dat bewaarde de oude eeuw. Nu gaat hij weg. Dus met mijn hoedje op. Poging 2. Doei!